Bij mij staat de burgemeester Hogedoorn. Burgemeester, u was natuurlijk helemaal vereerd dat de heer Cornielje, commissaris van de Koning, hier aanwezig mocht zijn. U heeft een bijzondere gemeenteraad voor mogen zitten. Bent u nu wat wijzer geworden? Absoluut. Kijk, wat heel positief is, is dat de commissaris op deze wijze zijn betrokkenheid toont. Ook bij het rijden en zeilen in de gemeente Oldebroek. Wat mij altijd weer opvalt is dat hij ontzettend goed op de hoogte is van wat er speelt. Maar ook heel veel visie toont op wat voor gemeente nodig is aan bestuurskracht. Om het takenpakket als gemeente goed te kunnen uitvoeren. En daarin heeft hij ons ook gestimuleerd, geprikkeld. Om daar goed over na te denken en met wijsheid ook te handelen. En niet alles te laten bij wat het is. Maar te beseffen dat er veel ontwikkelingen zijn en daar ook op te anticiperen. Hij heeft zich ook enthousiast getoond over hoe we daarmee bezig zijn. Ook in de sfeer van HTWO en ook in de regionale context. En ook in relatie met de decentralisatiedossiers, de participatiewet, de jeugdzorg, daar weer bezet. Maar hij heeft ook laten zien het belang om daar ook echt mee door te gaan. Ze willen dat vanuit de provincie ook faciliteren en ondersteunen, daar zijn we ook blij mee. We zien zelf het belang, maar we vinden het ook belangrijk dat de provincie daar ook zijn verantwoordelijkheid in ziet en wil nemen. Ook als het gaat om de schaal van de regionale samenwerking. Ook daar heeft de commissaris toch wel belangrijke dingen over gezegd. Dat je daar echt wel een goede schaal voor moet hebben. Wij willen zelf graag dat we dat meer op het niveau van de Veluwe, inclusief Apeldoorn, kunnen gaan organiseren. En we zijn blij met zijn steun daarin, zeg maar. Ja, nou is het natuurlijk woordelijke steun natuurlijk altijd heel mooi. De provincie Gelderland is wel rijk, maar ze komen nou niet zo echt direct over de brug met een zakje van hier, gemeente Oldebroek, Hattemheerde. Hier kun je wat voor gebruiken of zo. Nou, het begint er wel mee dat zij zeg maar, ook inhoudelijk erachter staan. En het is wel zo dat zij nu zeg maar, ook een project hebben opgesteld samen met de afdeling Gelderland van de VNG. Om zeg maar, alle gemeenten goed in kaart te brengen. Om te kijken wat voor alle gemeenten zeg maar, noodzakelijk is om in de toekomst zeg maar, met goede bestuurskracht tegemoet te kunnen gaan. Dus in die zin zijn ze wel degelijk bezig om ook praktisch ons in dit proces te ondersteunen. Nou heeft u ook gesproken over HTWO, Hattemheerde Oldebroek. Was het ook niet wijs geweest dat eigenlijk de burgemeester of iemand van Hattemheerde hier ook aanwezig zou zijn? Nou, de commissaris brengt een werkbezoek aan op deze dag aan de gemeente Oldebroek. Dus dan is dat in die zin niet gebruikelijk. Maar u kunt erop rekenen dat wij hierover uiteraard ook contact hebben met de collega's van Hattem en Heerde. Ik heb gisteren hen beiden nog gesproken. En dat is uiteraard aan de orde geweest. Maar wat wij hier met hen, met de commissaris hebben besproken, dat heeft de volledige steun van Hattem en Heerde. Oké, goed. Ik wil u in ieder geval bedanken voor het korte interview. Ik wens u ook veel wijsheid toe voor de komende periode. Dank u wel. Graag gedaan.